Het verrassende aan veel vissoorten is dat ze zowel in zee als in het zoete water kunnen leven. Jonge vissen willen van zee het land intrekken om op te groeien, bijvoorbeeld bij ons in Drenthe. Door een verandering in hun lichaam kunnen ze zich aanpassen aan het zoete water. Dit zijn de eerste jonge platvisjes die we hier vangen. Waarschijnlijk jonge bot. En die willen ook allemaal hier vanaf het zoute weer naar binnen. Om te weten of deze vissen naar Drenthe kunnen migreren, gaat waterschapper Jeroen Huisman vaak op onderzoek uit. Dit keer bij Norg in het Oostervoortse Diep. Om te zorgen dat vissen hier kunnen komen, zijn veel obstakels weggehaald. Maar dat is lang niet overal zo. Nou, vissen hebben migratie nodig om zich voor te planten of om zich voedsel te zoeken, om een veilig thuis te zoeken. Dus als er een barrière in het water wordt gezet, zoals een stuw of een gemaal, dan kunnen de vissen er niet langs. En dat zorgt er dus voor dat vissen die bijvoorbeeld naar beekjes willen, dat die daar niet naartoe kunnen zwemmen en zich daar dus bijvoorbeeld niet kunnen voortplanten. En door het aanleggen van vispassages kun je ervoor zorgen dat vissen toch weer langs dat soort plekken kunnen zwemmen richting stromende delen, bijvoorbeeld in dit geval, om zich voor te planten, om eitjes te kunnen leggen. En dat zorgt dus weer voor meer vissoorten of andere vissoorten vaak in dit soort stromende systemen. Als de jonge visjes vanuit de Waddenzee of nog van veel verder weg naar Nederland komen, treffen ze niet echt een warm welkom. We weten uit verschillende onderzoeken dat hier ieder voorjaar heel veel vissen verzamelen. We zien allerlei glasaaltjes die zich aandienen vanaf de zee, die allemaal naar binnen willen. Maar ook echt tienduizenden stekelbaasjes, spieringen, heel veel botlarfjes die allemaal naar binnen willen. Maar ja, dat wordt heel lastig met zo'n sluis in de weg. Dus daar zal echt wat moeten gebeuren. Bij Nieuwstaterzijl in Noord-Groningen hebben ze een slim plan bedacht. Op deze locatie zijn vier deuren. Die zijn duidelijk te herkennen. Dat zijn de vier betonnen kolommen. Een van deze deuren, de deur die helemaal aan die kant is gelegen, willen wij aangepast gaan beheren. Dat houdt in dat we in plaats van dat we in één keer alle deuren openzetten en heel snel dat zoete water naar buiten spuien en dan de deuren weer dicht doen, dan hebben de vissen eigenlijk geen kans, want op het moment dat we heel snel spuien, stroomt het water ook heel hard en kunnen de vissen daar nooit tegen inzwemmen. Gaan we nu één deur gebruiken, of maximaal twee deuren, die we eigenlijk wat rustiger laten stromen. Dat zorgt ervoor dat er heel lang een lokstroom is die naar de zee toe gaat. Die vissen ruiken dat, die verzamelen daar. Maar we staan ook toe dat een van die deuren eventjes weer open blijft staan op het moment dat het water, wat aan de zeekant wat lager is en dan opkomt, dat dat gelijk komt aan het zoetwaterniveau. En dat zorgt ervoor dat er een klein beetje water weer naar binnen kan stromen en daarmee gaan ook al die visjes en die larven naar binnen. En dat doen we eigenlijk ieder getij ongeveer 10 tot 15 minuten. Om te weten wat vissen voor problemen tegenkomen, wordt veel onderzoek gedaan. In Holland bijvoorbeeld is beroepsvisser Wilken den Boer betrokken bij een onderzoek naar de schade aan vissen door gemalen. Ja, ik ben vannacht onderzoek geweest doen bij een gemaal om te kijken hoe visvriendelijk het is. En ja, deze was niet visvriendelijk. En dan zie je dit soort dingen. Vissen die gewoon bij het gemaal in tweeën gesneden zijn door de pomp. Ja, hier word ik heel triest van. Zo'n waterschap moet natuurlijk, daar is dat onderzoek ook voor, heel erg concluderen van joh, daar moeten we snel wat aan doen, want ik kan niet langer zo, zeker in de huidige maatschappij niet. Om dit op te lossen werd eerst gekeken naar de omvang van het probleem. Van de meer dan 3000 gemalen in Nederland werden er verschillende nauwkeurig onder de loep genomen. Vissen willen graag migreren. En dat is een bepaalde route die ze afleggen en op de route komen ze een aantal barrières tegen. Ja, dat kunnen waterkrachtcentrales zijn en stuwen of gemalen. En die barrières die zitten hun migratiedrang in de weg en ja, daarom is dat een probleem. Er zijn duizenden vissen door de handen van de onderzoekers gegaan. Wat we gedaan hebben is aan de voorkant kijken hoeveel vissen er eigenlijk bij het gemaal komen. En aan de achterkant kijken hoeveel vissen er doorheen gaan en wat de staat is van de vissen die er doorheen komt. Een blank vorentje van 13. En nog een blank vorentje. Enerzijds kunnen we gelukkig concluderen dat we heel veel gemalen niet hoeven aan te passen of te vervangen, want die schade valt gelukkig mee. Maar wat we ook heel duidelijk kunnen doen met de resultaten is dat je kunt focussen op de probleemgevallen. Als een gemaal niet visvriendelijk is, heeft vooral een soort als de paling daar last van. Vaak met ernstige gevolgen.
plan is om een, en daar zijn we ook al hard mee aan het werk, om een heleboel gemalen en stuwen, waarvan we hebben bekeken dat die vispasseerbaar moeten gemaakt worden, dat we die dan ook vispasseerbaar gaan maken met verschillende maatregelen, met verschillende soorten vispassages. Als de paling naar Drenthe wil, is een van de eerste obstakels die hij tegenkomt het gemaal Schaphalsterzeil bij het Groningse Winsum. Om de gevolgen van de bodemdaling tegen te gaan, is hier in 2005 een gemaal gebouwd. Maar dat is niet visvriendelijk. Gemaalbeheerder Michiel van der Meer heeft meegewerkt aan de oplossing, een speciale aangelegde vispassage langs het gemaal. Ik werk heel lang met waterschap. Bijna 35 jaar werk ik er al, met veel plezier. Heel lang kon de paling gewoon door de sluis naar binnen. Vroeger kwam het water van de zee hier naartoe. Er was een zeekering. Maar sinds meer dan 100 jaar geleden hebben we in Zoutkamp de dijk doorgetrokken. Is een nieuw gemaal gekomen, Elektra. En dan hebben we hier een nieuw gemaal gebouwd in 2005. Plus een vispassage. Oh, we kunnen de vispassage ook even bewonderen, hoe het eruit ziet. Voor leken lijkt de vispassage ingewikkeld, maar voor Michiel en Jeroen is het helemaal logisch. De pomp die trekt het water aan, gaat door een grote koker, buis, komt er in een grotere kamer, een verzamelkamer van water. En dan komen we hier aan bij de vispassage, onder deze roosters. Hier moet de paling dan langs. Als ze niet door de pomp gaan, kunnen ze door die schuifjes heen. En dan kunnen ze zo naar hoger of naar lager gedeelte van het water. En dan wil de paling toch met de stroming mee. Maar omdat die pomp er zit, is een bepaalde stroming in andere schuifjes. Kunnen ze er om die pomp heen zwemmen, ons omheen geleid. En dan kan de skierhal weer doorzwemmen, hier uiteindelijk. En dit is eigenlijk al het hogere deel, waar het is alweer richting zee. Dan hier langs, door een buis. Zo, hup, verder richting zee. En dan hebben we het niet over van het binnenland naar de zee, maar eigenlijk vanuit zee of brakwater naar binnen. Daar gaan ze dan doorheen in de wachtkamer. Moeten ze heel even wachten. Dan gaat er weer opnieuw een schuifje open. En dan kunnen ze vanuit de wachtkamer verder zwemmen richting het binnenland. Naar waar ze naartoe willen. Nou, hier komen alle vissen eruit. Daardoor vispassage komt allemaal zo naar de zee toe. En zo gaan ze allemaal die kant op.